Goedemiddag, ik ben Lammert van het Goor. Geboren in Doornspijk, 66 jaar geleden. Dus het houdt in dat ik 66 ben nu dus. Maar een jaar gewoond in Doornspijk en toen verhuisd naar Oldenbroek, aan de Veenweg. En daar heb ik gewoond tot en met de 27e en toen ben ik verhuisd naar Weesup, aan de Houtakkersweg. Gewoond, 8 jaar gewoond aan de Houtakkersweg. Want, wat ben je geworden? Automonteur. Oh. En ik heb 10 jaar in de garage gewerkt. Welke? Garage Fika in Weesup. Oh. Vanaf 67 tot en met 78. En toen vanaf 78 bij de Wegenwacht. Tot en met 2011. En toen was het klaar? En toen was het klaar. Zo. Dus ik in de fut. Dus je hebt 2 bazen gehad? In principe wel, ja. Ja. Ik heb 2 bazen gehad, ja. Meccano? Ja. Hoe kwam het? Nou, ik was schrok 6 jaar of 6 of 7 jaar. Dan kreeg ik van mijn ouders kreeg toen een eerste doos. Meccano. Dat was toen in die dagen met dat nul. Doos 0 is dat. Daar kon je kleine modelletjes van maken. En toen ging met er steeds meer. Doos 1, dan doos 2. Nou, op een gegeven moment tot en met doos 8. Nou ja, dan ben je een beetje op 16, 17 jaar. Dan kan je niet zoveel meer interesseren. Maar dan ga je niet achter de vrouwen aan natuurlijk. Maar toen in januari 78 ging er de Wegenwacht toe. Nou, toen moest ik dan 10 weken zat ik in opleiding. Met de Wegenwacht in Voorschoten, in het weekend thuis. Nou ja, dan ging je natuurlijk bouwen met die nieuwe kist natuurlijk. Nee, ik was bij Fika en toen kwamen mensen van de Wegenwacht bij Fika. Ja, en dan word je een beetje met een virus aangestoken, hè. Van Wegenwacht. Nou, op een gegeven moment denk ik, nou, laat me dat toch eens proberen. Gesolliciteerd en dan werd ik aangenomen. Wereldbaan vond ik dat. Nou, ik heb hier een klok, ben ik mee bezig nu? Ja. Kijk, die kan ik even, moet ik hem aansluiten, maar die heb ik nog niet helemaal van elkaar nog niet. Die moet nog, afstellen. Je moet nog wat te doen houden? Ja, zeker. Nou, dan heb ik die klok dan. Dat is en dan heb ik hier een Concorde, maar dat is een doos die heb ik zo gekocht. Dat is de Franse Concorde, hè. Die heb ik gekocht bij een speelgoedwinkel in Winterswijk, een jaar of 4, 5 geleden. Sinds wanneer is Meccano rond geworden? Want dat heb ik nog nooit gezien. Ja, die dingen zijn de origineel rond. Ja? Ja, dat is rond, ja. Maar, oh, precies. Maar is er altijd al rond? Ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Vroeger was dat rood en later werd het blauw. Oh. Ik wist dat gewoon niet. Nou, daar komen ze. Ja, misschien wel een mooi ding, kom voor de. De klok. Ja. En toen bewegen we. Kijk, maar hij loopt niet helemaal goed nog, maar nee. Hij moet ook exact waterpas hangen natuurlijk, ja. Hè? Dus hij kent niet helemaal van elkaar nog niet. Heb je nog wat te doen? Ja, zeker, ja. Zie, er zit te veel beweging. Zie dat hij loopt niet in, nee. Niet links. Dat is 50 jaar bestaan van de Wegenwacht. 16 april. Afgelopen 16 april waren ze 70 jaar bestaan van de Wegenwacht. Hier sta ik zelf ook op. Waar sta je? Hier heb ik gezien. Ik sta... Daar sta ik. Daar. Zo. En dat is op de Binnenhof in Den Haag. En mijn auto staat hier aan tussen in de Wegenwachtauto. Maar dit was een parade ter ere van? Van 50 jaar bestaan van de Wegenwacht. Oh ja, en op Binnenhof? Ja, op Binnenhof, ja. Ja, daar gingen we in een parade door Den Haag heen. Het was prachtig, mooi weer, zoals je kunt zien. Ja. Een doosje? Ja, met onderdelen. Kijk, hier zit een elektromotor van Märklin. Treinen? Treinen, kijk, nou, dit moet nog, het vliegtuig nog, maar dat staat er achter hier. Kijk, nou, dat is een kleine veermotor. Dit is de eerste motortje. Als je doos 1 hebt of 0. Oh ja? Ja, dat is het eerste veermotortje wat er bij de. Dat is een veer. Kun je iets draaien dat ik die veer zie? Ja, kijk, dat is noemen ze een tovermotor. Oh ja? Ja, dat is een rare naam, maar goed, zo heet het dan helemaal. Ja. Nou, hier kist nummer 10. Dat is kist nummer 10? Ja. Wat een grote wielen. En die kostte toen in die dagen in 77, heb ik hem gekocht. En dat kostte toen 1800 gulden toe. Oh, 1? Ja. Maar met 3 raakjes, of? 4. Ja. Kijk. Grote wielen zijn erbij, heel grote wielen. Dag maar. Rubber? Dat zijn rubberbanden, ja, rubber dit. Ja. Nou, tandwielen, onder andere. Of kettingwielen zitten, je gaat een ketting omheen. Mm-hmm. Nou, hier allemaal. Zie je allemaal tandwielen in zitten, kijk, groot en klein, zie, deze, en die,
Daar heb ik ook heel veel ook wat bijgekocht. Vooral voor deze had ik heel veel nodig voor die grote kraan. Die straks in beeld komt. Mm-hmm. Nou, en dan heb ik hier onderin zitten dan met al de strippen. Oh, ja, dat is de strip. Dat is bekende werk. Die stripjes, zie je dat? Die waren vroeger waren die, groen. Ja. Groen, ja. Hele begin waren ze blauw. Maar dat was heel lang, dat was voor de oorlog nog. Nou, en dan heb je hier de hoekbalken. Zie je, dat zijn de korte. Dit zijn de lange hoekbalken, dit zijn de langste. Zo zie je? Zo zie je. Ja? Ja. Ja. Dit is? Dit is de klok. Dit is een, ja, hoe heet het nog speciaal benaming. Hier staat een mannetje bij, dat heet namelijk uit grootvaders tijd, geloof ik, zoiets. Mm. En dat kan ook wat bewegen nog, maar zie. Zie je, maar die batterijen zijn een beetje, die zijn niet helemaal vol. Mm. Zie? Mm-hmm. Dus daar moet nog de batterijen naar vol. Ja. Dit is een Spitfire. En die gekocht in vijf jaar geleden in de Winterswijk bij een speelgoedwinkel. Was die in elkaar gezet? Nee, die heb ik zelf in elkaar gezet. Ja, ja. Maar dat doe ik in de vakantie, hè? Een doos. Koop ik in de vakantie en dan zet ik hem in elkaar, hè? Nou, dit is de Big Ben. Die staat in Londen. Ja. Goh, hoeveel delen zijn er? Ja, dat zijn heel veel delen, ja. Die heb ik ook zo gekocht in een doos en die heb ik er zelf in elkaar gezet. Hoeveel delen zijn er, weet je dat zo? Meer dan 500? Ja, al met al wel, ja. Ja, al met al wel, ja. Ja, ja. Zo. Ja. Oh ja. Ondergeval? Ja, kijk, dat moet een onderzeer. Een soort onderzeer, ja. Oh, een onderzeer. Ja, een soort onderzeer. Het is natuurlijk niet, het is een beetje nep natuurlijk. Ja, maar er zit een soort man die met een duikpak zit er op. Ja. Die bestuurt hem, zie je? Ja. En hij kan lopen natuurlijk. Ja. Hij loopt de Big Bang bijna onder de boom. Ja, 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 ja. Maar ik heb een kleinzoon en die is er heel bang voor. Bang? Oh. Ik kan me dat voorstellen. Ja, die vindt het heel eng. Wat is dit voor moois? Dat is een graafmachine en dat is van Märklin. Oh. Märklin. Je hebt Meccano en Märklin. Oh. En Märklin komt uit Duitsland. En Meccano was vroeger allemaal Engels, hè. Maar die is eigenlijk zo compleet gekocht, die kraan. Maar als ik hem in onderdeel moest kopen, dan kostte die, geloof ik, 300 of 400 euro. En toen heb ik die ding compleet gekocht, zodat hij in elkaar staat, kost hij nog geen 200. Maar Märklin is toch een trein? Ja, maar ook Meccano. Oh. Ook een bouwdoos. Dat noemen ze in Duitsland metaalbouwkasten, noemen ze dat. Metaalbouw? Ja. Oh. Maar dan ben ik nog proberen om daar een paar elektromotoren in te draaien te krijgen. Maar zover ben ik nog niet, maar dat gaat nog wel een keer gebeuren. Je blijft bezig dus? Je blijft bezig, ja, ja. Geweldig. Ja. Zie ik verderop nog een schoffel? Ja. Nou, dit is een sjofel van Lego. Die heb ik een paar jaar geleden gekocht en die heeft mijn zoon bijna helemaal in elkaar gezet en ik heb de rest gedaan. Dus. Maar mijn zoon vond het wel leuk en zei ik wil het even een keer in elkaar zetten. Pa Meccano en de zoon Lego. Ja. Nou, en dan heb ik nog een soort crossmotor van de Meccano. Daar staat Meccano weer? Ja, ja. Dat is jouw ding? Ja. Prachtig. Ja. En dan een busje van? Nee, een busje in Volkswagen 1 bus en dat is een camper. Ook Lego of Duplo? Nee, dat is Lego. Dat is weer Lego? Ja, dat is Lego. Geweldig. Wat is dit? Nou, dit is de blokzetter noemen ze dat. Dat is een kraan die met containers kan opheizen, laat maar zeggen. En in de schepen zetten en in de schepen op de kade zetten. Zo. Dat is een blokzetter. En dat heb ik hier. Groot ding, Lammert. Kijk, dan heb ik hier, dit is een container. Oh ja. Een soort container is dat. Een blok, ja. Kijk. En dan kun je pakken. En die hangt het daar aan. En die kun je daar verplaatsen. Goh. Nou, dat gaan we nog een keer zien straks, maar dat kan later wel. Zie je? Hoeveel delen wel? Dit is heel veel delen. En die was ook heel duur. Want die heb heel veel van die balkjes die heb ik er later bijgekocht, omdat ik er niet genoeg had. En dat was echt mijn pronkstuk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat is al best. Ja. Hoeveel uur? Er zit heel wat uur. Ja, dat is niet eens moeilijk te zeggen. Ja? Er zit sowieso 100 uur misschien. Maar zeg, hoeveel jaar kun je er zeggen? Ja. Maar dit is van messing, dit is een draaiplateau met die lagers. Ja. En die hebben ze compleet gekocht. Dat is er wel voor gemaakt. Dat heb ik niet ja, iemand heeft dat speciaal voor Meccano gemaakt. Zo. Ik kon hem ook kopen van Meccano, maar dat was die twee keer zo duur. Oh. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Dan heb ik hem van messing gekocht. En dan heb ik dan zelf die blauwe kleur van Meccano gegeven. Oh, dat is namaak dus. Ja, ja, in principe is namaak. Ja, ja. Maar het werkt goed. Dat is...
En dan kan ik nog weer zetten. Nou, ja. nog een topstuk. Ja, dat is de Donji X. En die is ook van Märklin. Die heb ik zo gekocht in een kist. En die heb ik zelf hier in elkaar gezet. En die vleugel die heb ik in elkaar gezet tijdens de vakantie. Dus ik heb meegenomen de kist. Echt waar? En heb die vleugel hier in elkaar gezet. Ongelooflijk. En toen op de terugweg hadden we nog een vouwwagen toe. En op de vouwwagen heb ik me voor op de vouwwagen en de distelboom vastgezet. Ik schat hem 1,20 meter. Ja, zo is het een beetje geweest. Ja, ja, ja. Geweldig. Ja, ja. Die is nou de bedoeling om hier een paar elektromotoren in te zetten en een beetje draaiende te krijgen. Ja, draai maar eens. Zie? Zo. Dat gaat nog niet meer een keer gebeuren. Maar je kan nog werkzaam hier, maar kinderen zijn een beetje verbogen, zie je dat? Ja. De kleinkinderen zijn er nog eens aan, hè? Ja, ja. Even kijken welke heb ik. Mooie hobby, Lammert. Ja, ik ben er trots op. Super trots op, ja. Hoeveel ben je nou bezig in de week gemiddeld? Want het varieert natuurlijk. Ja, 4 uurtjes misschien in de week. Okay. Niet, ja, vaker niet, 4. Maar in de wintermaanden natuurlijk meer dan in de zomermaanden natuurlijk. Leuk dat we dat mochten zien. Ja. Heel bijzonder. Ja, bedankt. Jo, ja, ik vond het leuk.